Deze webinar gaat over databescherming en de nieuwe wetgeving GDPR. In een vorig deel kwam aan bod wat de General Data Protection Regulation inhoudt. In dit deel wordt duidelijk hoe ik mijn bedrijf conform de GDPR-wetgeving kan maken en persoonsgegevens bescherm. Wanneer ik de verantwoordelijkheden verdeel en rollen bepaal, kies ik wie de verwerkingsverantwoordelijke is. Deze brengt alle dataverwerking in kaart en controleert dit proces. Ik kies ook wie mijn Data Protection Officer of DPO wordt. Deze staat in verbinding met de toezichthoudende autoriteit. Die fameuze gegevensbeschermingsautoriteit, vroeger de Privacy Commissie. De DPO zorgt ervoor dat mijn bedrijf en het IT-systeem compatibel zijn en blijven met de GDPR. Bedrijven die gevoelige data, zoals medische gegevens, verwerken of die op grote schaal informatie verwerken, zijn verplicht om de rol van DPO vast te leggen. Als laatste kies ik ook een veiligheidsverantwoordelijke. Deze volgt de minimale veiligheidsnormen op. Afhankelijk van de grootte van de organisatie kan één persoon meerdere rollen opnemen of wordt een rol verdeeld onder meerdere personen. Deze rol of verantwoordelijkheid kan ook bij een onderaannemer of extern persoon liggen. Een belangrijke stap om data te beveiligen is door te weten wat je allemaal hebt. Daarom breng ik de persoonsgegevens in kaart door een overzicht te maken. Zo een overzicht maken van de persoonsgegevens die we bijhouden, waar deze vandaan komen en met wie deze gedeeld worden, is een hele klus. Dus ik neem er mijn tijd voor en zorg dat ik zo volledig mogelijk ben. Ik rangschik deze info ook op gevoeligheid. Zo kan ik een risicoanalyse doen waarbij ik specifieke maatregelen neem om de gegevens te beschermen. Een informatieaudit is hiervoor de beste aanpak. Ik ben verplicht al onze verwerkingen te registreren en te identificeren welke wettelijke grondslag aan de basis lag van deze verwerking. Zo vraag en deel ik bijvoorbeeld het Rijksregisternummer van mijn werknemers, omdat het een verplichting is van de sociale zekerheid. Of bewaar ik het adres van een betrokkenen zodat ik leveringen kan doen en dus onze contractuele verplichtingen kan nakomen. Dit zijn duidelijke wettelijke basissen om persoonsgegevens te verzamelen. Door de verwerkingen in kaart te brengen, krijg ik een goed beeld van de verwerkingsprocessen en waar er onduidelijkheden zijn. Soms is de enige wettelijke grondslag om persoonsgegevens te verwerken de toestemming van de betrokkenen. Deze moet actief gevraagd worden. Een vooraf aangevinkt hokje op een formulier volstaat niet. Voor de gegevens van kinderen onder de 16 jaar is de toestemming van een ouder of voogd in sommige gevallen nodig. Deze toestemming moet duidelijk in het verwerkingsproces zijn opgenomen. Ik beslis ook hoe lang we gegevens bijhouden. De wet legt hier geen limiet op, maar zegt wel dat het niet langer dan nodig mag bewaard worden. Hoe meer data ik ook bewaar, hoe meer risico ik loop als er iets misgaat. Ik stel procedures op om de bewaartermijnen van de gegevens vast te leggen en de gegevens die deze bewaartermijn bereiken, te wissen. Om duidelijk te communiceren over hoe ik persoonsgegevens verwerk, stel ik een heldere privacyverklaring op die gemakkelijk te vinden is. Hierin informeer ik de betrokkenen over wat ik met hun informatie doe, op basis van welke wettelijke grondslag ik deze verwerk en hoe lang ik deze bewaar. In deze verklaring staat duidelijk hoe iemand gegevens kan opvragen of controleren en op welke manier men een klacht kan indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Betrokkenen hebben namelijk het recht hun persoonsgegevens in te kijken, te kopiëren, te corrigeren en desnoods te verwijderen. Ik neem hier best op voorhand maatregelen voor en stel processen op, zodat ze dit kunnen vragen. Ik beslis hoe we die toegang geven en deze informatie overdragen. Volgens de richtlijnen van GDPR moet ik binnen de 30 dagen reageren. Afhankelijk van hoeveel verzoeken ik zou krijgen, kan ik een systeem ontwikkelen waarbij de betrokkenen zelf zijn persoonsgegevens kan raadplegen, wijzigen en of verwijderen. Alle medewerkers moeten goed op de hoogte zijn van de nieuwe afspraken.
Ze moeten weten wat er van hen verwacht wordt en kunnen oefenen. Om GDPR-conform te zijn, moet ik niet alleen bewust met de persoonsgegevens om ik binnen de 30 dagen te ook veiligstellen voor criminelen. Daarom heb ik minimale bescherming, zoals antivirussoftware. Ik zorg ervoor dat de software en onze systemen regelmatig worden geüpdate. Dat al onze werknemers sterke wachtwoorden hebben. Dat ik van alles een veilige kopie maak als backup. En dat alle gevoelige gegevens worden geëncrypteerd. Ik zorg er ook voor dat mijn personeel voldoende bewust is van de gevaren, zodat ze onder andere phishingberichten herkennen die verdachte links of virussen kunnen bevatten. Ik probeer ook enkele detectiemaatregelen te nemen, zodat ik weet wanneer er een lek is of wanneer er wijzigingen zijn gebeurd. Meer info over online beveiliging vind je in onze andere webinars. Als het dan toch misgaat, zorg ik dat ik voorbereid ben bij een incident. Mijn DPO weet hoe de gegevensbeschermingsautoriteit te verwittigen. Als men KMO-vestigingen in het buitenland heeft, moet ik bepalen waar de hoofdvestiging is om te kiezen welke de leidende autoriteit is. Als er zich een ernstig incident voordoet, moet deze binnen de 72 uur gecontacteerd worden om GDPR-conform te zijn. Bij een ernstig incident kunnen de eigenaars van de persoonsgegevens schade lijden. In dat geval moet ik deze op de hoogte brengen. Die crisisprocedures oefen ik bestens op voorhand en ik bereid ook templates voor met de te verzenden berichten. Voor meer info, kijk naar de reeks webinars over hoe om te gaan met cyberincidenten. In deze webinar hadden we het over de GDPR en wat een bedrijf moet doen om in orde te zijn met de regelgeving rond databescherming. Er kwam aan bod hoe rollen en verantwoordelijkheden verdeeld worden, hoe je persoonsgegevens in kaart brengt en aan de verplichtingen rond verwerking voldoet, hoe je je personeel informeert, hoe je gegevens beschermt en beveiligt en hoe je moet omgaan met incidenten. Voor meer informatie over de GDPR raadpleeg je best de officiële bronnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, vroeger de Privacycommissie. Als je dit advies opvolgt, kunnen je klanten op beide oren slapen, omdat hun persoonsgegevens veilig zijn bij jou. En kan je trots zeggen dat ook jij GDPR-conform bent.